Fitzgerald Anoop Gopi is gisteren gepromoveerd tot dokter in de medische wetenschappen. Gopi zijn proefschrift was getiteld Tuberculosis in Suriname, Trends in Epidemiology, Diagnostic and Treatment. Gopi is longarts in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en deed onderzoek naar tuberculosis bij de inheemse trio's in het zuiden van Suriname. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat bij deze stam tuberculosis relatief vaker voorkwam en dat het een familiaire cluster schijnt te zijn, geeft Gopi aan. Het is dus een geïsoleerde bevolkingsgroep in het uiterste zuiden van Suriname die blijkbaar een genetische, of schijnbaar een genetische predispositie heeft voor tuberculose en waarbij dus de levenswijze en de beperkte toegang tot gezondheidszorg in Suriname bijdraagt tot de tuberculose problematiek bij hun. Nou, ik dacht, weet je, wij zijn in Suriname. Dit is Suriname, die bronchiari die al zo vaak gepropageerd wordt en nu erg actueel is. Maar hoe zit het in die bronchiari van ons? Laten wij naar mij daarna gaan kijken. Ik werk toch in het academisch ziekenhuis. Daar heb je, daaraan verbonden is het enige longpaviljoen, oftewel het sanatorium. Laat me daarmee me bezig gaan houden en proberen wat te betekenen voor Suriname. Gopi is officieel gepromoveerd na vragen te hebben beantwoord op zijn stellingen door de promotiecommissie. Infectioloog Steven Vrede nam met genoegen Gopi zijn promotie voor te houden. Vrede gaf verder aan dat Gopi in zijn proefschrift heeft vastgesteld wat vandaag de dag de risicogroepen zijn van tuberculose. Ik aanvaard volgaande de taak mij door de voorzitter opgedragen. Uit kracht van ons toegekende bevoegdheid volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik bij deze u, Fitzgerald Anoop, de Binderendat Gopi, te bevorderen tot doctor in de medische wetenschappen en u alle rechten te verlenen die krachtens wet of gewoonte aan het doctoraat verbonden zijn. Wat de pitfalls zijn bij de microbiologische en immunologische diagnostiek en hoe deze te ontwijken, hoe om te gaan met de zich uitbreidende resistentie tegen gebruikelijke tuberculostatica in de wereld en meer in het bijzonder in Suriname. Een van de zaken die mij opviel tijdens jouw promotieonderzoek is dat de resultaten die je kreeg jou steeds inspireerden om nog dieper in de materie te duiken. Dat maakte mij soms wanhopig, want het proefschrift moest echt af. Maar tegelijkertijd demonstreerde je daarmee de geest van een echte onderzoeker en raakte ik daardoor ervan overtuigd dat deze mijlpaal voor jou geen eindstadium betekent, maar slechts een stap om verder te waden in het veld van klinisch wetenschappelijk onderzoek dat in Suriname zo nodig is. Gopi is de tweede medische specialist voor 2021 die een gedegen onderzoek heeft weten te doen en daarop is gepromoveerd. Overigens gaat de faculteit der medische wetenschappen binnenkort ook van start met de opleiding Public Health.